Nou, mijn interesse voor de Biolos klok, die is al iets van 25 jaar oud. Dus ik onderzoek de Biolos klok al 25 jaar. Op dit moment onderzoeken we vooral hoe de Biolos klok zijn ritme oplegt aan de rest van het brein en de rest van het lichaam. Er zijn grote verschillen natuurlijk in bijvoorbeeld hoeveel honger je hebt of hoe actief je bent, afhankelijk van of je slaapt of wakker bent. Een belangrijke hypothese in mijn onderzoek is dat een aantal van de metabole problemen die we kennen, zoals overgewicht en type 2 diabetes, dat die komen doordat er een mismatch is tussen je klok in het brein en de klokken in bijvoorbeeld je lever of je spieren, zogenaamde perifere klokken. Als de hypothese klopt, dan kun je proberen om behandelingen, strategieën, levenswijzes te bedenken, aan te bevelen, waardoor die ritmes niet meer zo uit de pas lopen. De simpele oplossing, en dat geldt voor alles wat we bespreken, is een duidelijk dag-nachtritme volgen waarin je overdag, als het buitenlicht is, actief bent en eet. Maar als het 's avonds donker wordt, zo weinig jezelf meer blootstellen aan licht, maar ook zo weinig mogelijk actief zijn, niet meer eten en op tijd naar bed gaan. Maar ja, dat is een boodschap die heel veel mensen eigenlijk niet willen horen, of in ieder geval moeilijk vinden om daaraan gehoor te geven.